2000 jaar geleden begroeven de Romeinen hier hun doden. En in 1310 wordt de Hezenstraat voor het eerst genoemd, als straat richting het dorp Hees. Nou, dat bord geeft aan de geschiedenis van het pand waar wij met de winkel in zitten. En dat is in het kader van het Heesstraatkwartier, dat initiatief is van de gemeente samen met ondernemers uit de straat, om de geschiedenis van hun panden te belichten. En het is de oudste winkelstraat van Nederland, de Lange Heesstraat. En dat betekent dat er ook hele oude elementen in die panden zitten. Hele oude kelders vaak en ook een hele rijke geschiedenis qua beroepen en qua winkels die er hebben gezeten. Zo. De oudste stad met het bruisende karakter en de transformatie die ook heeft plaatsgevonden. Want het is nu nog steeds een prachtige winkelstraat, maar het begon dus al heel, heel lang geleden. En om dat weer zichtbaar en beleefbaar te krijgen zijn ondernemers en het gilde dit gaan opstarten. En volgens mij fantastisch om hier straks zelf met een boekje rond te lopen of eventueel met het gilde.